In de Week van de Liefde van 8 tot en met 14 februari toert SENS, het Centrum voor Seksuele Gezondheid, door de drie noordelijke provincies. Ze houdt verschillende Valentijnsacties om de liefde op een positieve en veilige manier onder de aandacht te brengen bij jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Dinsdag stonden de voorlichters bij de NAL. Het gesprek met de studenten gaat over veiligheid, zowel in huis als tijdens het vrijen. Er worden condooms en leuke gadgets uitgedeeld en er zijn leuke prijzen te winnen. We zijn hier op de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Wat gebeurt hier? We hebben een Valentijnsactie in het kader van de Valentijn natuurlijk. Dus het houden van de liefde. En we hopen jongeren te attenderen op het plezier van seks. En dat ook de gevolgen plezierig blijven. Dus dat ze geen SOA's oplopen. Is er dan nog zoveel onbekend? Nou, het is niet onbekend, want de meeste jongeren, en zeker op de hbo-opleidingen, weten natuurlijk dat het hebben van seks ook risico's geeft. Alleen op een of andere manier voelt het denk ik veilig voor hun en wordt er toch minder condoom gebruikt. Nou, wordt meestal al op de basisschool begonnen met seksuele voorlichting. Hoe is die opbouw bij jullie? Hoe is die voorlichting? Nou, eerst begint het natuurlijk bij de ouders thuis, hè, de seksuele opvoeding. Je hoopt in ieder geval dat heel veel ouders hun kind een heleboel meegeven daarover. Op de basisscholen besteden ze aandacht met het lesprogramma Lentekriebels. En het vervolgonderwijs heeft een lesprogramma Lang leven de liefde. Ja, en als je dan de doorlopende lijn ziet, dan hoop je dat ze op alle opleidingen eigenlijk iets meekrijgen over een gezonde seksuele ontwikkeling. Maar nou zegt u, dan hoop je dat, maar het gebeurt kennelijk niet. Nee, ik denk dat op het moment zelf dat mensen of geen condoom bij zich hebben of denken van nou het valt wel wat mee. En daardoor het condoom niet gebruiken. En dat is natuurlijk jammer. Dus daarom blijft het nodig om ook zo nu en dan eens even op een leuke manier veilige seks onder de aandacht te brengen. Want wat zijn de gevaren? Even heel concreet. Nou, het meeste risico wat mensen lopen is het krijgen van een chlamydia-infectie, dat is een SOA. Is wel behandelbaar, maar goed, het gebeurt met een penicilline en we willen natuurlijk zo weinig mogelijk penicilline gebruiken. En wat is nou beter dan het voorkomen? Vindt u het vreemd dat u dit soort voorlichting nog moet geven hier op deze school? Nee, dat is helemaal niet vreemd. Jongeren zijn natuurlijk in ontwikkeling en het is een leerproces. Dus het is goed om regelmatig even alles onder de aandacht te brengen. En dan mag je ook verwachten dat ze wat alerter worden weer. Nu lopen we richting Valentijnsdag. Dat is dan ook een beetje de reden dat jullie hier staan. Maar vind jij dat er meer aandacht structureel moet komen voor SOA's, veilig vrijen, noem maar op? Ik denk sowieso dat het wijs is dat mensen daar meer over te weten komen. Ik heb zelf natuurlijk ook les gehad, omdat ik nu bij de GGD, voor de GGD doe ik dit. Dus heb ik ook les gehad in de verschillende SOA's en hoe het allemaal werkt en dergelijke. En ook al dacht ik dat ik er wel wat van wist, uiteindelijk leer je alsnog heel veel. Dus ik denk zeker dat het wijs is om mensen daar educatie over te geven. En begint dat dan ook bij de opvoeding? Ik denk zeker ook wel dat het afhangt van in wat voor gezin je opgroeit. Is het makkelijk om over seks te praten of is het juist moeilijk? Praat je er met je vrienden bijvoorbeeld over? Dat heeft er allemaal mee te maken. Doe jij het veilig? ja. Want? Dat vind je belangrijk? Ik heb op het moment geen vaste partner. Dus ja, dan ben ik wel voorzichtig, ja. Want, niet zwanger worden natuurlijk, maar ook de ziektes, daar ben je van bewust? Ja, absoluut. Ja. Vind je dat er genoeg gedaan wordt aan voorlichting? Nee. Het is misschien ook nog een beetje een taboe, denk ik. En dat is wel erg jammer. Je mag gewoon in meenemen. Nou staan we hier op de Noordelijke Hogeschool, maar reikt dit nog verder? Gaat u nog meer doen de komende tijd richting Valentijnsdag? Ja, we gaan wat acties doen op middelbare scholen. We zijn morgen in Sneek en ik geloof dat er in Leeuwarden op een middelbare school nog wat gebeurt. Daarbij werken we heel veel samen met studenten. Hè, studenten van de NAL, van de Stenden. En we werken ook met de mbo-studenten samen. Dat zijn eigenlijk onze peers. En je ziet dat jongeren, andere jongeren vertellen over veilige seks, dat gewoon een goede uitwerking heeft. Dus het gebruik van peers is voor ons heel belangrijk. En daar zijn we ook blij mee dat we weer zoveel jongeren hebben kunnen vinden die ons helpen om dit te vertellen aan iedereen.